Je kunt hem rustig een ambitieuze ondernemer noemen. Bert Stuut uit Bad Nieuweschans. Hoewel de winkel onder de naam van Co-op opereert, is Bert toch een zelfstandig ondernemer met eigen ideeën. Klanten weten dit te waarderen en zorgden ervoor dat Bert op de eerste plaats eindigde in de landelijke supermarktenwedstrijd in de categorie zelfstandigen. Voor onze camera vertelt Bert zijn tactiek. Ik ben best wel een strever om de beste te zijn. En als je ziet in deze winkel dat we dus een topwinkel hebben. En ja, in een topwinkel moet je topprestaties leveren, vind ik. En, ja, en we doen het ook voor onszelf, maar ook voor de klant. En het is gewoon super. Het is echt een mooie wedstrijd. Waar wordt nu op gelet bij zo'n wedstrijd? En er wordt gekeken op HCCP en de netheid, de hygiëne, de klantvriendelijkheid, het assortiment. De beleving in de winkel, de sfeer. Eigenlijk alles. De versheid en alles. Naast die landelijke competitie was er ook nog een klanttevredenheidsonderzoek. Ja, de klant, die hebben we 2 keer gehad afgelopen jaar. En dat heeft ons echt gebracht waar we nu zijn gekomen. Veel enthousiasme. Voor me zijn 3-4 A4'tjes met een superwinkel, superpersoneel, klantvriendelijk. Alles. Dus onze eigen klanten hebben ons naar de eerste prijs geholpen. Zoals iedere ondernemer heeft Bert ook tegenslagen gekend. In de vroege ochtend van 10 maart 2013 kreeg hij het bericht dat zijn nog maar pas geopende winkel in brand stond. Een schade van 1,5 miljoen euro. Een aantal verschrompelde bierkratten bij de ingang van de winkel herinnert aan dit gebeuren. En ik vind ook dat wij met z'n allen dat niet mogen vergeten. Dat we toch deze periode een moeilijke tijd hebben gehad. Dat heeft natuurlijk een enorme impact, hè? Ook voor je personeel. Ja, in eerste instantie dus januari, dat best wel een financiële strop is geweest. Daarna dus de brand. Ik heb wel een moment gehad dat ik denk van nou, waar doe ik er eigenlijk voor? Als ik iedere keer deze tegenslagen zou krijgen, dan denk ik van nou, dan heeft het geen nut meer. Dan kan ik mijn tijd beter besteden. Maar, en toch heb ik gedacht met zoveel enthousiast personeel, dat mij heeft doen denken van hey, je moet met z'n allen weer tegenaan. En we zijn met 34 man en iedereen heeft de schouders eronder gestoken en we hebben er gewoon wat moois van gemaakt. En dit is het resultaat. Bijzonder is ook de aanwezigheid van een restaurant in de supermarkt. Aan de muren van het restaurant hangen oude foto's van de plek waar nu de winkel staat. Ja, dit zijn dus oude foto's die ik heb gekregen van vrienden van Nieuweschans tijdens de opening van deze nieuwe supermarkt. Hier staat de oude slagerij, staat hier dus nog op. 2 oude huizen en daarna stond eigenlijk wat vroeger de supermarkt was, maar voor die tijd was de discotheek is geweest, een buurthuis is geweest en wat nog niet meer. En dat is er dus helemaal afgegaan. En nu staat de nieuwe Co-op erop van 1200 vierkante meter. Nog even terug naar de wedstrijd. Nadat de winkel genomineerd was, ging Bert met alle 34 personeelsleden naar Amersfoort om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Maar toen eenmaal de eerste prijs bekend was met een grote beker, was dol enthousiast. We hebben gewoon een heel groot feest gehad. Super, super.